Hey, we moeten je echt iets laten zien. Ah, ik ben een beetje, hyper natuurlijk. Ja, je kent Kleuteruniversiteit natuurlijk van de digitale projecten en de inspiratiedagen. Maar nu hebben we ook spellen, yay! Ja. Ik ben er echt super blij mee. En het leuke van dit spel is, want we hebben er drie, is dat het racespel hebben wij samen bedacht. Ja. Toch? Ja. Ja. Dus in deze video gaan we laten zien wat het racespel is en hoe je het kan spelen en waarom wij denken dat jij het in de klas moet hebben. Ja. Nou, zullen we het gewoon doen dan? Ja. Oké. Nou, de bedoeling is dat je, er zijn meerdere stapels met kaartjes, en dat je telkens een kaartje pakt. En dan zie je een hoeveelheid. Hier zie je bijvoorbeeld 2 strikken. Ja. En dan mag het voertuig in rij 2 1 stap vooruit. Ja, want het is het racespel. En wat heb je dus bij het racespel? Ja, een mooi bord met daarop verschillende wegen. 10 wegen. Dus je kunt ook met 2 kinderen, maar je kan ook zeggen ieder is een voertuig. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Nou, die voertuigen zet je aan de start op het juiste vak. En je ziet ook welk voertuig ergens moet staan. Dus bij de 2... zie je een trapper van de fiets. Ja, dus daar zet je de fiets neer. Nou, en Sanne is ondertussen al begonnen. Ja, ik kan niet wachten. Want hoeveel kaartjes zitten erbij? Ja, 100. Want er zijn natuurlijk 10 banen. En die moeten allemaal 10 stapjes doen. Dus je kan je voorstellen dat het een ontzettend goede inoefening is. Om verschillende dingen te tellen. Maar ook om de beelden te herkennen in één keer. Dus het cijferbeeld herkennen is heel belangrijk. Dus per 5 te tellen of per 2 kun je dat natuurlijk aanbieden. Er zitten ook sommetjes bij. Want je hebt een dartbord. En dan moet je 2 pijltjes bij elkaar optellen. Wel, het is moeilijker al, maar goed. Daar kan je ook voor kiezen om een baan weg te laten natuurlijk. Hè? Ja, dus kijk daar goed naar. En je draait dus het kaartje om, of om de beurt draai een kaartje om. Ja. En ik heb nu bijvoorbeeld 4 kralen en ik mag dan de motor 1 vooruit zetten. 3 samen met de dobbelsteen, dus ik zet die vooruit. Nou, zo. Gaan we nog eentje. Ja. De 7. 7 voor. Oeh, kijk, de ambulance. Kijk, 5 kaarsjes op een taart, dus baan 5. Je kan het dus met heel veel kinderen spelen, met 10. Maar je kan ook gewoon met z'n 2 spelen. En dan ben je gewoon... Je kan ook wedden bijvoorbeeld. Ik denk dat baan 10 gaat winnen. Ja, je kan het verdelen. Je kan ook gewoon kijken wie er gaat winnen. Je hoeft er eigenlijk geen eens een afspraak over te maken. Het is al leuk. Ik denk dat het al leuk is om het gewoon zo te doen. In ieder geval toen wij het deden in een prototype, was het al superleuk om het gewoon zo te doen. En toen heb ik ook gewonnen, dus ja. Ja. Kijk, 1... Oh, hier is 1. Die was nog niet van Kijk, start. Dit is zo eentje met optellen. Dus dan zie je 2 pijltjes in de 5. Ja. Dus 5 en 5. Dus ook leuk om met groep 3 te doen, want dit zit ook gewoon in de CITO. Oké, goed. Wist je die, hè? Nee. Dit is dan... 8. 8, dus baan 8. Nou, en dan ga je dus begrippen krijgen als ik loop voor of... Ja, daar kun je natuurlijk gesprekken over hebben met de kinderen als je het samen doet. Als je het laat zien, dat je samen met de kinderen gaat kijken wie is er voor, hoeveel vakjes verschil is er, hoeveel vakjes moet je nog. Dus kan je allemaal rekengesprekken over hebben met de kinderen. Ja, sorry, ik ga gewoon door natuurlijk. Ja. Ja. En je kunt erover kiezen om maar 2 banen in te zetten bijvoorbeeld. Dus dat je ook alleen die kaartjes in het spel doet, dan wordt het wat... overzichtelijker, want nu zie je alles naar voren gaan. En dat kan natuurlijk wat langer duren. Dus je denkt, de kinderen hebben de concentratie niet om het spel zo lang te spelen. Kun je het verkorten door maar 20 kaartjes te gebruiken voor baan 1 en 2. Ja, exact. En, ja, dat klopt. Dan maakt het overzichtelijker. Maak je het veel overzichtelijker. Kijk, we hebben ook turven erin. Ja. Wat is dit? 5 en 3. 3, dat is 8. Dus zit jij 8? Ja. Ja, de vuilniswagen. En natuurlijk gewoon cijfers. 5. 5? Ja. Oh. Die is ook... Nou, die arme baan 6. Die heeft nog helemaal geen... Oh, die kijk, ik geschud. Heb hem. Oh ja, kijk. Ik ook. Nog één. Wacht, gelijk 2 stapjes. Ja, dus je kan het ook gewoon allemaal tegelijk eentje pakken steeds. Ja. Dan is ook gewoon te doen. Ze hoeven niet per se op een beurt te wachten. Dat is voor kleuters natuurlijk ook al best een beetje lastig. Ja. En dan kunnen ze dat spelen. En je krijgt dus in zo'n mooie grote doos, daar kan alles in. En ja, ik kan niet wachten om het echt in mijn klas te spelen. Ik vind het ook heel leuk. Oké, dit was het racespel. We hebben hem in het kort uitgelegd. En het leuke is, je kunt hem aanschaffen bij Heutink en heutinkvoorthuis.nl. En dan kun je hem daar kopen. Maar er zijn nog 2 spellen. Precies. Ja, het bewegingsspel. Dat kan je lekker in de speelzaal doen. En zullen we het toch even laten zien? Er zitten die stickjes bij. Die blijven overal plakken. Dus dat is hartstikke leuk. Daar werden we wel heel blij van. Hè? Ja. En jij hebt het. Telkwartet. Die kun je ook kopen bij Heutink. Dus... Ik zeg doen en die kun je natuurlijk ook de video nog van bekijken.